geachte aanwezigen. Fijn dat u allemaal in zo groot getale bent gekomen naar deze hele bijzondere bijeenkomst. Een speciaal welkom voor onze gastheer en lokale burgemeester, de heer Maathuis. Ik ben zeer vereerd dat Hans mij heeft gevraagd om deze bijeenkomst te presenteren. Het is een bijeenkomst die door het boek van Hans eindelijk recht doet aan de historie van een bijna vergeten stuk van Almelo, namelijk haar Joodse inwoners. Ik ben erg blij dat dit boek van Hans is geschreven. U ziet mij hier met een boek komen. Ik ga echt een boek bespreken houden. Dat ter voorstelling van u. En zoals u waarschijnlijk al gezien hebt, krijg ik niet alleen spreektijd, maar ook speeltijd. Dat gebeurt ook niet alle dagen. Nou, kort gezegd, genealogie en bronnen. Het skelet van de stamboom en het vlees van de familieverhalen. U kent vast allemaal de eerste zin van de Torah, het Oude Testament. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Wel nu, al heel snel daarna was er ook in de Torah de genealogie. Genealogie is het begin. De herinnering aan de Joodse gemeenschap van Almelo leeft. Heel hartelijk dank. Het is ook mijn eerste keer, dus ik moet wel even passen. Dit is erbij, hoort nu ook in de begin dat is alles op schrift is vastgelegd. En ik heb begrepen dat hij niet zo heel vaak uitgedeeld wordt, dus dat maakt het nog wat iets meer bijzonder. Er zijn niet zoveel Joodse families meer in Almelo. Dus je moet je oren en je ogen heel goed de kost geven om je informatie binnen te halen. En dan, na verloop van tijd gaat de tamtam wel werken. En dan krijg je wel meer contacten. Ik ben er blij mee, ja. Ik ben er blij mee dat het eindelijk nu op deze manier kan worden afgerond, ja.